In vroeger tijden was Wijk bij Duurstede, of Dorestad zoals de plaats toen heette, een belangrijke basis van de Vikingen. De stoere strijders dreven er handel, maar hadden ook een minder aangename kant. Ze hebben de boel ook een keer of 9 platgebrand en leeggeroofd. En is Dorestad een beetje weggezonken in de historie. En die geschiedenis moet met de bouw van een heus Vikingschip gestalte krijgen. Er zijn bouwtekeningen van een Noorse replica beschikbaar en tientallen vrijwilligers gaan de komende jaren bouwen. In samenwerking met het Stadsmuseum, dat helemaal interactief wordt gemaakt. En dan stap je naar buiten en dan ga je naar de haven en dan kun je inschepen op zo'n Vikingschip. En daar kun je zelf roeien op zo'n Vikingschip, op de lek. De groep vrijwilligers bouwde eerder al een replica van de Kromme Reinder. Een schip dat vroeger tussen Wijk en Utrecht pendelde. Joop van Os was een van de timmermannen destijds. En gaat natuurlijk van helemaal niks tot een schip bouwen. Dus er komen heel wat discussies ook van hoe gaan we dat doen, want niemand van ons had ervaring. Hoewel een Vikingschip andere koek is dan een trekschuit, ziet Joop de bouw met vertrouwen tegemoet. De bewerkingen die je moet doen, schaven, schuren, buigen van planken en dergelijke, die komen weer aan de orde. Dat is zo. En die ervaring die hebben we opgedaan met een aantal mensen. Dus die kan je dan weer reproduceren. Dat zie ik wel zitten, ja. Over een jaar of 2 moet het schip af zijn. De bouwplaats wordt het oude zwembad. Koos is veel tijd kwijt aan zijn bouwproject. Maar als het schip eenmaal in de haven ligt, valt hij niet in een zwart gat. Ik ben gepensioneerd. Ik hobbel van het ene project naar het andere project. En tegen de tijd dat iets klaar is, dan denk ik, wat zal ik nou weer eens gaan doen?